Het is niet eenvoudig om woorden te vinden voor prestaties die woorden te boven gaan. Sterker nog, dat kan helemaal niet. Neem Annemiek van Vleuten. Elke keer denk je, het kan niet nog harder. Het kan niet nog indrukwekkender. Het kan niet nog gekker. Toen ze demareerde, was er nog meer dan 100 kilometer te rijden. 100 kilometer. In de wind. Over heuvels. Alleen. Kijk. Op zich kan dat wel. Op een zonnige zondagochtend bijvoorbeeld. Met koffie en 4 stuks appeltaart halverwege. Niet met de beste wielrensters van de wereld achter je aan. Het is alsof je voor een flat van 5 verdiepingen staat en denkt, daar ga ik eens overheen springen. Dat kan dus helemaal niet. En ze reed. En ze reed. En ze reed. En de voorsprong liep op. En op. En op. En ik dacht, het lijkt net of het steeds makkelijker gaat. Alsof ze langzaam warm draait. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Achter haar werden krachten verenigd, verbonden gesmeed, grenzen verlegd. En die benen maar draaien. En die voorsprong maar oplopen. En bij elke hellende meter kwam ze weer soepeler uit het zadel dan bij de vorige keer. Trappen alsof je fiets geen ketting heeft. De taal uitdagen. Want hoe noem je dit? Wat zeg je hierover? Annemiek van Vleuten scheurde zo mijn woordenschat uit. En na de finish viel ze niet om. Ze hoefde niet per brancard naar het erepodium te worden vervoerd. Er hoefde geen zuurstoffles aan te pas te komen. Nee. Ze klom over een hek en viel haar moeder in de armen. Dat kan helemaal niet. Niets van wat Annemiek van Vleuten deed in Harrogate op 28 september 2019 kon. Maar het gebeurde wel. Ladies and gentlemen, in honor of our new world champion.